De stichting Mang Niet Mang kijkt serieus naar het fenomeen geweld tegen vrouwen. De stichting is een interkerkelijke organisatie die zich ook met deze vraagstukken bezighoudt. Wij voeren onze missie uit op basis van Bijbelse principes, zegt Reginald Cairo. Hij is voorzitter van de stichting. Hij zegt dat zij zich voornamelijk bezighouden met de man. Daarom wordt de koppeling ook gemaakt naar het gezin. De stichting krijgt heel vaak hulpvragen vanuit de samenleving. Die hulpvraag, dan zit bijvoorbeeld die hulpkreet van die vrouw, eigenlijk van beide. Hulpkreet van de vrouw, maar ook hulpkreet van de man. Dus we komen geweld tegen vrouwen tegen en we komen geweld tegen de man. Dus geweld van beide kanten uit komen we tegen. Zoals wij het aanpakken en wat we daar ook adviseren. We have to go back to the basics. Binnen het gezin zijn er geschreven en ongeschreven regels, zegt Cairo. En bij de opvoeding moeten de ouders daar rekening mee houden. De afgelopen periode is ook een aantal vrouwen vermoord. Cairo geeft aan dat vrouwen die problemen hebben in de relationele sfeer hulp moeten zoeken. Blijf niet in die vicieuze cirkel. Ik zeg vrouwen, je bent niet gemaakt, je bent niet op aarde gekomen om als een boksbal te functioneren. Om geschopt en geslagen en geschreeuwd te worden. Dat is niet de bedoeling. Je moet gewaardeerd en gerespecteerd worden. Tegen de mannen wil ik hetzelfde zeggen. Vrouwen zijn er niet om geslagen te worden, maar deze handen. Kijk naar onze bodypostuur, kijk naar onze spiermassa. Wij hebben meer spiermassa, wij zijn veel sterker. En dat we sterker zijn, geeft dat aan, het is een ongelijke strijd als we met die vrouwen gaan vechten, weet je. En dat is niet eerlijk. Dus deze handen moeten niet slaan, deze handen moeten beschermen. Deze handen moeten troosten. Laten we onze vrouw troosten, laten we onze vrouw beschermen, ons gezin. Weet je, als we het niet eens zijn met iets, als we ons beledigd voelen, laten we het gesprek met onze vrouw aangaan. Laten we niet slaan. Zoek een mattie op. Hey, mijn vrouw weer mee idee. Tegen die mattie wil ik zeggen, breng je vriend tot rust. No, go power ama fama, go naki, go juku. Dat is de boodschap die ik mee wil geven. En nogmaals, zoek hulp. We leven in Suriname met het idee, ja, je moet je vuile was niet buiten hangen, maar het kilt ons. Reginald Cairo, voorzitter van de stichting Mang Niet Mang. Zij kijken serieus naar het fenomeen geweld tegen vrouwen. En ook tegen de man.